Dat jullie weer kijken. Hoi, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer lekker oldschool babbelen met jullie over beestjes. Ja, we gaan weer lekker oldschool babbelen over onze huisbeestjes. De huisbeestjes, de grote wandelende bladeren. We gaan jullie weer eens meenemen naar een status update. Want het is al enige tijd geleden dat ik jullie lekker heb bijgepraat over de vorderingen van onze zespotige bladerige vriendjes. Jawel, de reuzenwandelende blad, het reuzenwandelende blad, een blad, het reuzenwandelende blad, jawel. Zoals jullie weten, toen we ze net hadden gekocht, echt ongeveer, wanneer was het nou, joh, god, echt iets van een half jaar geleden of zo? Het was 2019, de tweede helft, het was zomer geweest en ik besloot, wandelende bladeren te kopen. En wat voor een, wat voor soort, het reuzenwandelende blad. Die hebben we gevonden, hadden we gevonden en vervolgens waren ze zo klein. Nog niet echt zulke reuzen. Afijn, waarom besloot ik deze video dus te schieten? Omdat ik dit tegenkwam. En wat is dit? Dit is een vervelling. Jawel, en best wel een grote vervelling als jullie het zo kunnen zien. Dus ik was best wel benieuwd. Hoe groot ze nou waren geworden. En het was niet echt lang zoeken in de bak, want hij zat helemaal bovenin. Daar zit hij nog steeds. Hij zit weliswaar gewoon. Als je kijkt, joh, echt. Hij zit gewoon hier. En het blijkt dus dat er niet één is vervuild. Hier zit hij gewoon. Als je kijkt, heb mijn vinger ernaast. Holy shit. Dat is echt een... Kijk wat voor een ding, jongen. Echt bizar groot. Het is gewoon echt niet normaal. Maar wat blijkt dus, hieronder zit er nog eentje. En die is ook pittig huge, jongen. Die is pittig huge. En of dit nou de laatste vervelling is, ik heb echt geen idee. Waarschijnlijk gaan ze nog een keer vervellen. Dat gaan we vanzelf wel zien. Maar voor nu echt, dit is echt groot gewoon. Dus ik ben reuze benieuwd. We gaan ze gewoon door blijven voeren. We gaan ze door blijven observeren. En we gaan kijken hoe groot ze kunnen worden. Er zitten nog twee kleinere versies in. Die zijn ook goed verstopt. Er zitten er in totaal vier in. Twee zijn er al groot geworden. En er zijn er twee. Eén kleintje nog. Of een kleinere. En een redelijk grotere. Maar nog niet op z'n allergrootst. Maar deze jongens. Deze kanjers jongen. Nou wist ik dat... wandelende bladeren groot konden worden. Maar deze reuze wandelende bladeren zijn echt gigantisch. Reusachtig. Dus ja, dit is gewoon rete gaaf natuurlijk. Als je dit dan ook zo ziet en in deze bak. Echt jongen, ik ben echt zo benieuwd wat we nog van die anderen kunnen gaan verwachten. Dan hebben we dadelijk vier van die grote reuzenbladeren. En dan is het nog maar te hopen dat ze eieren kunnen gaan leggen. In ieder geval, ze kunnen het zonder een mannetje. Vooral de reuzensoorten, Phyllium gigantium, die kunnen vrouwen... kunnen alleen ook zonder mannetjes eitjes leggen. Ik ben echt zo benieuwd of dat ons gaat lukken. En of we er uiteindelijk dus kleine nimfjes uit kunnen krijgen. En dat lijkt me echt zo gaaf. Dan hebben we ze van kleins af aan en vervolgens eigen nimfjes. Echt waar. Dat is echt gewoon het volgende doel. We nemen jullie gewoon mee in de hele ontwikkeling. Maar dit is echt, zijn echt meestelijke camoufleurs gewoon. Echt de meeste verstoppers in de dierenwereld. Gewoon de reuze, het reuze wandelende blad. Wat een ding. Kijk nou wat een awesome beesten dit zijn. Joh. Echt. Tot de volgende keer. Op dit kanaal.